Ik denk dat we maar even gedag gaan zeggen tegen twee van onze schoonmakers. Schoonmaker 8, je hebt goed geholpen, maar jongen, jij gaat weg. En jij ook, schoonmaker 7. Was leuk jullie gekend te hebben, maar aan alles komt een eind. Ook aan je werken. Dagelijks HD. Hallo mensen van Dagelijks HD en welkom terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 aflevering. Ik ben Melvin, we zijn hier weer terug in het pistolenpaaltje waarin wij de vorige aflevering, jawel, deze prachtige Buffy's draaimolen hadden neergezet en waarin wij deze TNT Vortex hadden gebouwd. Ja, dat is een beetje de korte samenvatting van de vorige aflevering, wat wij hierin hadden gedaan. Want de vorige aflevering bestond ook gedeeltelijk uit het daarvoorgaande scenario, want die hebben wij toen mogen behalen en daar ben ik nog steeds heel blij mee. Maar oké, dat zijn allemaal dingen terzijde. Wij gaan weer verder proberen deze dingen te behalen voor beginner. En dat is dus een minimale waarde van het pretpark van 25.000 euro. En twee achtbanen met een minimale lengte van 270 meter. En nu wij nog redelijk wat geld tot onze beschikking hebben, ga ik denk ik maar bezig met het bouwen van een achtbaan. Ja. Het is niet het meeste geld dat we hebben. De achtbaan moet dus 270 meter worden. Ik hoop dat dat gaat lukken. Ik hoop het wel. We gaan gewoon van het beste uit, jongens. Ik ga in ieder geval gewoon random hier een achtbaan bouwen. Hij hoeft niet te groot te worden. Hij moet alleen maar gewoon die 270 meter behalen. We beginnen maar even met een leuk dingetje omhoog. Kijk eens aan. Dat ziet er toch prachtig uit, jongens. Hier wil toch iedereen in. Hier wil iedereen in, geloof mij. Maar dit is de achtbaan waar iedereen in wil. Dit is gewoon echt een hele simpele achtbaan, maar hij is wel zo leuk. Ja, oh mijn god. Ja, moet je eens kijken, jongens. Dit is toch... Dit is prachtig. Dit is mooi werk. Dit is prachtig werk, hoor. Oh, hij past weer helaas niet. Godverdomme. Oké, nee. Dit gaat veel te hoog. Dit haalt hij never nooit. Oké, nou, ik begin gelijk met het bouwen van een achtbaan. Echt heel random, dat geef ik toe. Maar oké, we moeten toch zo'n achtbaan bouwen. Dus ja, misschien is het leuk als we hier even een scherp bochtje doen of zo. Gewoon een bochtje zo, kijken of dat past. Nee, dat past weer helaas niet. Ik had ook niks anders verwacht, hoor. Dat past echt nooit, dit. Oh, nu past hij wel. Oeh, wacht. En dan doen we hem zo en dan past het niet. Waarom past het nou weer niet? Kom op, ik wil gewoon dat het past. Fucking poepspel. Doe nou. Dan zo. Nee, dat past ook weer niet. Dan zo. Nee, dat past ook niet. Waarom past er niks? Ik wil dat het past. Oh, dan zo? Dan past die dus wel zo. Nou, wat is dit nou weer dan? Jongens. Nou, dan moeten we hier een gigantisch rare bocht maken onderdoor. En nu zweeft weer de helft. Wat ik trouwens ook super lelijk vind. Maar oké, dat maakt me ook niks uit. Gaat het zo een beetje goed komen? Ik weet niet. Ik bouw echt fucking rennen op deze achtbaan nu trouwens. Dit ziet er gewoon niet uit. Dit ziet er gewoon echt dat ik denk van wat de heck. Of nou, het ziet er eigenlijk nog niet eens zo heel slecht uit. Ik zeg nu wel dat het fucking lelijk is. Omdat ik dan gewoon misschien van jullie liever reacties krijg van Melvin, hij is wel leuk. Maar even zonder grappen, ik vind hem nog niet eens zo heel lelijk worden, nee. Hier hebben we dan twee bruggetjes zo, en dan gaat die hier weer een stukje schuin. Nou, dit begint toch nog wel een beetje op een fatsoenlijke achtbaan te lijken, of niet dan? Even zonder grappen, dit is toch nog wel dat ik denk van, nou ja, hier mogen we trots op wezen. Ben ik al vaker trouwens geweest dat ik trots op een achtbaan ben? Ja, dat ben ik al vaker geweest, dat weet ik. Dan plaatsen we hier even een heuveltje of zo. Moet je eens kijken hier, dit is toch echt een gigantisch intense achtbaan, hoor. Oeh, moet je kijken. Oeh, ja. En dan gaat hij daar over het heuveltje heen. Oh, mijn god. Nou, dit is een perfect intense achtbaan. Nou, dat is misschien weer net niet. Maar oké. We doen daar nog even een heuveltje. En dan komt hij perfect uit, hoor. Ja. Hij komt gewoon perfect uit. Hij komt echt serieus gewoon, wauw. Perfect uit. Moet je kijken. Nou, daar hebben we hem, hoor. De achtbaan. Even een ingang en uitgang creëren. Even paden creëren. Zodat de mensen in dit verschrikkelijke ding kunnen. Ja hoor. Even het hekje goed instellen. En dan kunnen we hem in principe zo open doen. Ik zou even kijken of we twee treintjes kunnen doen. Nee, dat kan weer net niet. Nou, dan doen we het zo. 6 treintjes, weet ik veel. Of wacht. Wacht. Ik heb een optie. Want ik heb hier nu van zulke dingen neergezet. Maar als we daar nou... wacht. Oké, misschien kunnen we dan 3 treintjes krijgen. Ja, zo moet ik hem hebben. En dan gaan we nu kijken of we 2 treintjes kunnen doen. Of misschien 3 treintjes van... Of zo? Waarom niet? Ik zet het... Nou ja, dan doen we... Nee, ik wil 2 treintjes. Dat vind ik leuk. Wacht, ik... Godsamme. Ik wil even net wat anders hebben. Die. Zo, nou. Nu kunnen we als goed is 2 treintjes van 4. Nee, niet. Hoezo nou niet dan?
Als ik 2 treintjes van 4 wil, of 3 treintjes van 3, is ook leuk. Ik zal en moet 3 of 2 treintjes krijgen. Oké, zo. Nu nog 1 treintje erbij. Gaat het passen? Ja! Hey, kijk hier, perfect. 3 treintjes van 3. Oh mijn god, wat leuk. Laten we maar even een leuke prijs verzinnen. 2 euro of zo. Laten we maar even testen trouwens, voordat het straks verkeerd gaat. Even supersnel testen. Gaat hij het halen? Gaat hij het halen? Ja hoor, hij haalt het. Hij haalt het. Oh mijn god, ik ben trots op mijn kunstwerk. We gaan nou even zorgen dat de treintjes wat leukere kleurtjes krijgen. Een beetje bruin, oranje. Ja, nou hier. Dit is een prachtig kunstwerkje. Prachtig kunstwerkje, ja. Nee, serieus. Ik ga hem ook gewoon het prachtige kunstwerkje noemen. Het prachtige kunstwerkje. Het prachtige kunstwerkje is nu open. Ja. Nou, ik hoop dat het zometeen mensjes ingaan. We moeten er zometeen zelf ook nog maar even in. Ik wil sowieso nog even kijken. En ik wil ook nog even in... Ja, nee. We gaan dus eerst in deze achtbaan. Dan laten we even ondertussen mensen... Dit was heel random, maar kijk even wat er staat. We hebben opeens het beginnerslevel gehaald. Dat is mooi. Dat is serieus super awesome. Ik had het helemaal niet in de gaten, maar hey, we hebben het gehaald. Dus even een schouderklopje voor ons allemaal. Woe! Zo, ik wou zeggen dat ik eerst in deze achtbaan ga. En daarna, wanneer er genoeg mensen in de rij staan voor dit ding, dat we dan in deze gaan. Ik zal hier nog even een leuk liedje bij doen. Nee, dit past er niet bij. Er zitten niet echt interessante liedjes bij. Oké, okay, ik zei geen interessante liedjes, maar dit klinkt toch wel... Ik ken dit nummer ook wel. Ik ken vet veel nummers uit Rollercoaster. Echt van vroeger allemaal. Maar wat, ik ga dus in deze achtbaan. En we hebben maar 2 wagentjes in dit hele ding. Ik kan begrijpen dat die rij zo verrekte lang is. Oké, okay, maar er staat eentje op de plaats. Oké, daar gaan we. Oké. We zitten... Nee, hij gaat veel te snel. Oh mijn god, nu heb ik al zoveel dingen gespoild. Oh, wat ben ik een kneus zeg. Hij moet even goed gaan. Oké, ja. Nou, nu kunnen we als het goed is erin. Ja, oké. Nee, nu spoilen we weer dingen. Ja, nee, die moeten we hebben. Zo. We gaan in deze onbestuurbare trein. Oh, ja hoor, daar gaan we. Oh, wat leuk. Nou, een stukje rails. Oh, hallo meneer de... Zo. We gaan nog een keer naar achter kijken. Straks moeten we overgeven. En dat wil ik jullie niet laten zien in deze aflevering. Oké, daar gaan we. Ja hoor. Oh mijn god. Zo, zacht het even. What? Ligt het nou aan mij of gaat het wagentje helemaal naar rechts? Gaan die wagentjes nou krom? Als je me begrijpt. Voor mij zit er serieus een soort van asje in of zo. Dat die schuin gaat. Ja, voor mij serieus. Oh mijn god, dat is super awesome. Dat is serieus echt... Wow, dat is serieus super awesome. Maar wat ik eigenlijk wou doen is hier meer wagentjes neerzetten. Ook al moeten we dan die hele achtbaan stilzetten. En waarom staan die trouwens zoveel mensen stil? Oh, die wachten op groep. Oh, ik dacht al, waarom staan er zoveel mensen stil? Maar oké. Hoe gaat het met dit achtbaantje? Kijk eens aan, het hele wagentje zit vol, jongens. Laten we nog maar even wat omgeving dingen toevoegen. Misschien wat bosjes of zo, weet ik veel. Maar even kijken, hè. Gaat helemaal goed komen. Misschien een balvormig gras hier ergens gewoon. Daar, kijk, het komt niet zo precies. Maar het is wel even leuk om wat random dingen zo nog neer te zetten. Dan lijkt het net, misschien net wat wildwestachtiger dan daarvoor. Ja. Zo, misschien kunnen we nog wel iets bouwen met Wild West muren. Niet dat ik heel vaak bouw, maar het is misschien wel een leuke toevoeging als we hier wat proberen te bouwen. Zo, echt gewoon heel random hier. Zo, tadaa. Ik weet niet wat dit mag voorstellen. Ik heb echt geen flauw idee wat ik hier nu aan het bouwen ben hoor. Oh mijn god, wat ben ik nu aan het doen? En dan niet gewoon een plat dak op of zo, weet ik veel. Dat komt natuurlijk. Jongens, nee, laat maar. Ik wou even wat bouwen, maar het is echt alleen maar één misvormig kutding. Wacht, dit is misschien wel leuk. Iets met zuilenpoorten of zo, zoiets, weet ik veel. Gewoon hupsakee. Zo random omhoog. Wacht, ik zet het weer helemaal verkeerd neer. Ik moet echt even alles goed hebben. Ik wil en ik zal en ik moet even een keer hier iets mee bouwen. Ja, kijk. Zo, en dan daar omhoog en dan daar ook omhoog. En dan daar omhoog en dan daar omhoog. Plaatsen we daar even iets op of zo, ik weet niet wat. Misschien daar een plat dak op. Nou, ik weet niet wat ik hier voor lelijk scheid ding aan het bouwen ben. Maar in ieder geval, nou, ik vind het wel een leuke toevoeging aan de achtbaan. Vraag me niet wat het mag voorstellen. Waarom vraag je het nu? Ik zei toch, je mag niet vragen wat het voorstelt. Ja, ik vraag het toch maar. Anders doen we het zo.
Nee, laat maar. Echt waar. Dit ding vergeten we gauw. We gaan nog wel even in deze achtbaan. Dat wel. Ik hoop niet dat we dan onze hoofd stoten tegen dat hout. Maar ik ga er niet van uit. Zullen we even snel een testje doen? Kijken. Ja, stoten ze? Nee, ze stoten hun hoofd niet helemaal mooi. Nou, we gaan dus zomaar in dit achtbaantje. Er gaat nu een wagentje omhoog. En dan moeten we... Ja, kijk. We zitten gelijk in het perfecte wagentje. We gaan omhoog, jongens. We gaan even... Heerlijk genieten van mijn zelf ontworpen achtbaan. Even kijken met wie we hier zitten. Met twee lekkere dames. Oké, nee, dat zijn helemaal geen lekkere dames. Dat zijn ook geen mooie dames trouwens. Nou, dan gaan we in ieder geval. Oh mijn god. Ja hoor, check dit even. Zo, ja hoor. Even hier door de bocht heen. En dan gaan we hier weer een stukje schuin. Zo, wat een achtbaan. Ook wat een snelheid. Oh, ik ben helemaal misselijk. Oh, vooral die loopings en alles die hierin zitten. Nee, wat een fucking kutachtbaan eigenlijk. Hij gaat echt super langzaam. Ik zou een... Wat? Hoe de fuck is de opwinding en intensiteit en de misselijkheid van dit ding zo gigantisch hoog? 5,5, 5,9 en 3,4. Je mag voor mij aannemen dat ik dat niet had verwacht. Wow, dat zijn echt serieus dat ik denk van nou, dat ik niet aan zien komen. Laten we ondertussen maar even kijken wat hier allemaal staat. We hebben een beste prijs gewonnen, dat is helemaal mooi. En nieuwe attracties. En voor de rest toch helemaal niks. Oftewel, het gaat wel redelijk lekker in ons pretpark. Ja, we zetten hier nog misschien maar even ergens lekker een bison ding neer. Hier maar even. We gooien hem open. We gaan zelf overal de keuze geven wat we erop hebben. 1,60, 1,80, 2,30 en 4,50. Het komt niet zo precies, jongens. Bisonburgers 2 is open. Mensen kunnen nu heerlijke bisonburgers kopen bij Bisonburgers 2. Niet 1, niet 3, maar Bisonburgers 2. Ik mis soms wel echt dat ik zo'n, misschien zo'n epic movie voice heb. Waarmee je echt van die dingen kan inspreken van... Once upon a time. Zulke dingen, echt wel van de... No. Coming to your cinema, of zoiets weet ik veel. Ik zit nu echt te denken van wat zeg ik allemaal. Maar dat lijkt me eerder serieus echt awesome als je zo'n stem kan doen, jongen. Echt zo'n movie stem, gewoon dat je geen effecten eroverheen moet gooien. Dat je gewoon zit van, now, coming to your cinema. Nee, ik ga dat gewoon niet doen, want het is gewoon om te janken. Ik zet gewoon even wat bankjes neer, prullenbakjes, zodat de mensen het allemaal netjes kunnen weggooien. Even een prullenbakje daar, hupsakee. Ja, nou, daar nog maar even een prullenbakje. Het komt niet heel precies, maar ik wil wel even dat het pretpark wat schoner blijft nu. Ik zal nou even kijken of al onze schoonmakers daadwerkelijk nog dingen aan het doen zijn. Ik denk dat we maar even gedag gaan zeggen tegen twee van onze schoonmakers. Schoonmaker 8, je hebt goed geholpen, maar jongen, jij gaat weg. En jij ook, schoonmaker 7. Was leuk jullie gekend te hebben, maar aan alles komt een eind. Ook aan je werken. En dan ga je nu niet met pensioen. Maar hey, je hebt altijd klaar voor ons gestaan, dus bedankt daarvoor. Ondertussen ga ik trouwens even een nieuwe attractie neerzetten. Ik zal even kijken waar ik hem wil neerzetten. Ik weet niet waarom ik dat ding opeens zo laat zweven. Sorry daarvoor. Is dit misschien een leuke locatie hier of zo? Weet ik veel. Dat vult het mooi op daar. Ja, we doen het gewoon. Oh, dat is een tegenvaller. Oh, dat is serieus een grote tegenvaller. We moeten maar wat meer geld gaan vragen voor attracties. Ja, we zitten niks anders op. We vragen voor dit ding gelijk 50 cent meer. 2,50. Dit ding 3 euro. Dat is al een redelijk realistische prijs. Dit ding kost trouwens 3,50. Als dat ding 3,50 is, dan hoort dit ding godverdomme 5 euro te zijn. Nou, dan vragen we hier ook gewoon 3,50 voor. Oh mijn hemeltje lief. Zo, trouwens, bezoekers hebben dorst, dus we moeten eerst maar even een drinkerskraam neerzetten. Wild West limonade, altijd lekker om even wat Wild West limonade te nemen hoor. Thuis heb ik ook altijd zin in Wild West limonade. Ja, gewoon dan zit je thuis en denk van, godsamme, ik heb zin in Wild West limonade. Nou, overal maar even wat ijs en citroenschijfjes aan toevoegen. Die prijzen vind ik wel best. Of, nee, even overal een euro. Even een euro daarvoor. 1,20. 1,20. Zo, kijk eens aan. Zal ik nog even de bosjes aan de zijkant toevoegen? Want het is dan net wat mooier. Kijk, zo. Misschien nog even leuk een cactus daar in het midden. En daar of zo. Ik weet niet waar ik allemaal neerzet. Het ziet er niet zo mooi uit, maar oké. Zo. We moeten geld proberen te krijgen. En dan doen we dat door geld te vragen voor de wc's. 20 cent. 20 cent voor de toiletten.
Want ja, die moet ook schoongehouden worden. We gaan hem maar even snel vooruitspoelen. Kijken of wij daadwerkelijk geld krijgen. We maken niet echt veel winst. We krijgen een redelijk tegenvallend bedrag uit attracties, zie ik. Het is niet super hoog. Dat is best wel jammer. Dat is serieus teleurstellend dit, jongens. Holy damn, we verdienen echt letterlijk niks. We zitten ook bijna onder de 0 euro. We moeten maar even een flinke inflatie gaan toevoegen. Dit ding mag er maar 1,50 euro worden. Het moet maar, jongens. Ik wil het niet, maar het moet maar. Deze toilet ook maar 20 cent. We moeten voor alle toiletten maar even geld vragen. Gelukkig is deze toilet al 20 cent. En we gaan serieus langzaam maar zeker richting de negatieve getallen. Dat is kut. Nee, echt waar. Dat is mooi beroerd. Hoe gaan wij dit fixen, jongens? Ja. Ja, we zitten al in de min. We zitten gewoon nu in de min. In de min. Oh mijn god, jongens. Oh, dit is kut. Dit is zo kut. Oh nee, we zitten nu alweer een beetje in de positieve getallen. Oké. We moeten zorgen dat de mensen echt ook in deze achtbaan gaan. Want de rij daar valt mij vies tegen. Zie, hier is de rij gewoon echt, nou, lekker. Lekker lang. Dat komt ook omdat er maar 2 mensen tegelijk in kunnen. En hier meerdere. Dus ja, ik denk dat daar ook een beetje het verschil zit. Er loop je trouwens wel gigantisch veel mensen rond. En wacht, ik ga gewoon vlak voor het einde van deze aflevering pinautomaten neerzetten. Ja, gewoon dat mensen overal even lekker geldje kunnen pinnen. Waar gaan we dit ding neerzetten? We moeten maar even een plaats vinden. Zo, anders gewoon hier een gigantisch plein maken met allemaal pinautomaten. Niet genoeg geld voor pinautomaten. Oh, wow. Such wow. Oh mijn god. Dit is echt niet best. Dit is niet best. Oké, nee. We moeten snel pinout. Ik moet gewoon 1000 euro lenen. Ik kan er niks aan doen. Ik moet en zal die pinautomaten in werking stellen. Ik moet die pinautomaten in werking stellen. Gaan ook mensen daadwerkelijk pinnen? Ik wil en ik zal en ik moet iemand zien pinnen. Anders dan denk ik van ja, waarom zet ik dat ding dan neer? Toen houden, moet iemand pinnen. Er gaat gewoon niemand pinnen. Ja, er gaan mensen pinnen voor mij, of niet? Pinnen de mensen? Ik weet niet of mensen pinnen. Ik zie het niet goed. Oké, ik hoop dat gaat helpen dat er meer mensen in 8 maanden gaan. In ieder geval mensen, jullie gaan de volgende aflevering kijken hoe ik dit crisisprobleempje ga oplossen. In ieder geval, jullie worden weer bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Een blauw duimpje omhoog, is altijd op zijn plaats. En dan heb ik eigenlijk nog maar één te zeggen tegen jullie. En dat is, doei mensen!